Hey ChatGPT, hoe ziet Twente eruit in 2040? In 2040 is Twente misschien wel het toonbeeld van circulaire MKB-economie. Lokale bedrijven die uitblinken in het hergebruiken van materialen. Onze dorpen omgeven door duurzame landbouw. En onze steden vol met groene daken en muren. Kunnen we ons voorstellen dat in 2040 elke onderneming in Twente zelf energie opwekt? Zonnepanelen op elk MKB-dak. Windturbines langs de snelwegen. En slimme energienetwerken die elke hoek van onze regio bereiken. 2040 brengt een kritiek moment voor de gezondheidszorg in Twente. Aan de ene kant de dreiging van overbelaste systemen door vergrijzing. Ouderen die op straat leven door gebrek aan zorg. Aan de andere kant een toekomst waarin we deze crisis overwinnen. Stel je voor, Twente in 2040. Een knooppunt van hyperconnectiviteit. Niet alleen binnen onze regio, maar ook daarbuiten. Een snelle treinverbinding kan je in minder dan een uur naar de Randstad brengen. En Berlijn slechts een paar uur verwijderd. Welkom in het tijdperk van precisielandbouw en verticale boerderijen. Drones die boven de velden zweven om de gezondheid van gewassen te monitoren. Automatische irrigatiesystemen die waterverspillen voorkomen. En binnenfaciliteiten waar het hele jaar door producten worden gekweekt. Waarschijnlijk zal Boer zoekt vrouw niet meer bestaan. Twente. Misschien wel een regio waar wonen en werken samensmelten in harmonie. Huizen zijn niet alleen huizen, maar duurzame woonparadijzen. Denk aan slimme woningen die zichzelf van energie voorzien. Daken vol groen die de lucht zuiveren. En gemeenschappelijke ruimtes die buurtgemeenschappen stimuleren. Het Noorderschap. De toekomst van Twente wacht niet. Het is aan ons allemaal om te vormen. Te vernieuwen, te leiden en groot te denken. Laten we samen bouwen aan een Twente waar we trots op kunnen zijn. Think big.